Deze LOB-dagen die houden in dat we eigenlijk de leerlingen een kans geven om zich te oriënteren. Het heet ook loopbaanoriëntatiedagen. Op die manier krijgen ze een beetje het idee van, joh, er zit er misschien een bedrijf bij wat bij me gaan passen. En dat is eigenlijk de bedoeling richting het mbo. Dus we geven ze op zo'n manier een kans om zich breed te oriënteren op alle mogelijkheden die ze hebben qua vervolgopleiding. Hoe is de ochtend voor jou tot nu toe? Ik vind het op zich wel leuk. Je krijgt ook inzicht in heel veel bedrijven. Dus. Zijn er nou al bedrijven die interessant lijken? Vooral van Egmond Groep, dat leek me wel leuk. En wat lijkt je er zo leuk aan? Ja, vooral met computers werken ook en de techniek die erachter ligt. Ja, politie lijkt me wel leuk. En waarom? Omdat je ook de hele dag, als je bij politie gaat werken, heel veel andere dingen moet doen, zeg maar. Dus deze dagen, dat helpt wel voor jouw keuze voor welk bedrijf je later zou willen werken? Ja, zeker wel. We hebben over het algemeen hele toffe reacties teruggekregen van zowel leerlingen als ook van de bedrijven. We doen nu voor het derde jaar. Het is alleen maar groter geworden. Meer leerlingen en een mooi gemêleerd gezelschap van bedrijven, denk ik. Hoe is het gegaan voor jullie? Ja, hartstikke goed. Het was druk bij ons. We hebben ongeveer 60 leerlingen op bezoek gehad in 4 rondes. Ja, wel aardig druk. Leerlingen hadden heel veel belangstelling. En het ging heel goed. Alles ging gemakkelijk. En ze hadden veel vragen. En hoe proberen jullie die leerlingen nou warm te maken voor werk bij de politie? Nou, wij proberen duidelijk te maken wat de nationale politie nou precies doet. Waar de nationale politie voor staat. En dat zij zich daarin kunnen ontwikkelen. Dat ze bij de politie kunnen komen. En tot slot, hoe heb je deze dag ervaren of deze ochtend? Ja, hartstikke leuk. Het is ook wel heel leuk om weer op vrouwen school te zijn. En om oude docenten weer te zien. En gewoon de leerlingen vertellen van, hey, ik heb hier ook gezeten net als jullie. En nu sta ik hier om jullie gewoon de voorlichting te geven over het beroep wat ik nu doe. Yeah.